weet dat we morgen vroeg reeds vertrekken, madame. Nee, ik dacht dat we... Het afscheid zal u zwaar vallen, madame. Maar denkt u aan de toekomst? Ik zal altijd naast u staan. U huilt? Vanwege het afscheid, madame? Nee, monsieur. Van geluk. Ik zou mij graag willen terugtrekken. Wel? Men slaat geen oranje vrouw, men mint hem. Al dus werd mijn dierbare broer Wiewil verwekt. Het was om de profetie. Zij moest immers een kind baren dat de vorst der vorsten zou worden. Dus gehoorzaamde zij. Bonne nuit, madame. Kijk eens aan. Een kleine luistervink. Hoogheid. Luistervinkjes verdienen straf, n'est-ce pas? Koninklijke straf. Ik weet zijn naam. Johannes Donker. En ik heb hem zelfs gezien. Zo gek als een drilnoot. Maar heel voorkomend. We zaten bij hem. Meneer Verduin, u zou het daar eens moeten zien. Dat huis, dat staat zo wat leeg. Maar zij vertrekken. Er kwam daar een arts binnen. Een andere arts die hem blijkbaar kende. En die sprak hem aan met hoogheid. Die Donker, die begon te schreeuwen en raakte helemaal buiten zin. Hij schreeuwde dat het een spion was. Weet je hoe die heette, die arts? Ja, de Zwaan. Die zei iets heel vreemds tegen de dienstmeid. Hij zei dat hij de patiënt wel had kunnen genezen, maar dat hij hem niet heeft willen genezen. Oh, en er is nog iets. Die naam Donker komt in heel Alexanders hofhouding niet voor. Hoe oud is die Donker? 60, 70 misschien. En dat huis, weet je van wie dat is? Evelien, denk je dat jij met die jonge dokter een beetje zou kunnen aanpappen? Dit is echt heel belangrijk. Ik weet zeker dat als Ferdinand hier... Die jonge dokter is verloofd, meneer Verduin. Liefje,
Als een man verloofd is, wil dat toch niet zeggen dat hij ongevoelig is voor de charmes van een aantrekkelijke jonge dame. Ik bezocht onlangs de weduwe van Dijk. Ach. Ik neem aan dat ze er alle begrip voor had dat ik me niet op mijn schuilplaats kon wagen. Zelfs niet voor de begrafenis. Maar mijn vader kennende, vermoed ik dat zijn mannen daar overal voor mij op de loer moeten hebben gelegen. Ik ontmoette daar ook zijn zoon. Geen van beiden leek te weten wie u was? Natuurlijk niet. Die trouwe Van Dijk. Zelfs voor zijn allernaaste heeft hij ons plan geheim gehouden. Begrijpt u dat dan niet? Ben ik niet heen gegaan om in alle rust mijn terugkomst te kunnen voorbereiden? Die arme weduwe weet niet beter of ik lig inderdaad in mijn graf. Gilté, ik draag u hierbij op het werk van Van Dijk voor te zetten. Catastrofen, rampen. Schrijf op. Een van de eerste Nederlandse woorden waarvan mijn moeder de betekenis maar al te gauw moest ondervinden. Niets dan ellende en tegenspoed, wachtte hij. Toen ze in 1839 aankwam. In deze zompige moerasdelta, zoals ze dit land spoedig placht te noemen. Noemt u dit ons paleis, monsieur? Wat is er mis mee? En als u koning zult zijn? Koning? Kunt u lang wachten, madame. Heel lang. Breng eens een borrel, kerel. Het is hier verrekte koud. En wat wenst de koningin? Ria. Zoals u belieft, hoogheid. En wat bedoelt monsieur met lang wachten? Zoals monsieur het zegt. De huidige koning, mijn grootvader, zijn opvolger, 47 jaar oud. En al jaren zit hij te popelen. Al jaren. Dus voor het voor mij, of moet ik zeggen voor u, zover zal zijn. S'il vous plaît. Wat stelt het hele koningschap nou voor? Zeker nu er stemmen opgaan om iedereen het kiesrecht te verlenen. Kom nou. Het gepeupel zal het wel eens eventjes gaan overnemen. Dat is niet zo'n absurd idee, monsieur. De rechtsfilosoof Thiazon heeft een uiterst plausibele... Rechtsfilosofie? Kan ik er een borrel voor kopen? Van mij hoeft het niet, koning. Mijn tijd zit te verprutsen met het signeren van wetjes die door anderen bedacht zijn. Ik wil leven, madame. Vous comprenez? La vie. Die leven. Das leven. Ja, wat dan ook. In ieder geval niet wat Grandpère meemaakt sinds hij weduwnaar is. De machtigste man van het land. Van al onze koloniën. Maar hertrouwen met de vrouw van zijn hart is hem in zijn positie niet toegestaan. Nou ja. Ze doen maar. Als ze maar niet denken dat ze mij kunnen inbinden met al hun restricties. Ach, mijn kleine koningin Sophie. Dommage.